In de Goedstraat in Grammen staan deze oude stallen. Ze zijn niet meer in gebruik en vervuilen volgens de stad het landschap. We hebben hier achter ons enkele vervallen stallen die in een faling zitten. Wij zijn nu in overleg met de curator om deze te kunnen aankopen om af te breken, om het terug te geven aan de landbouw of aan de natuur. Deinze richt een ruimtefonds op en stopt er 250.000 euro in. Koterijen en schuren zoals deze moeten verdwijnen en dat alles om de natuur meer plaats te geven. Hier gaan wij heel concreet de stenen wegnemen. Heel concreet, wij gaan het afbreken en terug groen maken. We gaan er een weide van maken of een natuurgebied. Aansluitend op de Vondelbeekvallei of aansluitend op de reeds bestaande weides. Maar hier gaat geen steen meer te bespeuren zijn na de aankoop. De stad gaat niet onteigenen, maar gebouwen opkopen als die op natuurlijke wijze leeg komen te staan. Dat gaat altijd gaan over opportuniteiten. Een woning die ergens staat en er is een overlijden, de woning kan te koop komen door de erfgenamen. Dan moeten wij als stad op die kar springen en die woning dan in ons bezit nemen om het te herstellen in de open ruimte. Het ruimtefonds is uniek in Vlaanderen en moet een voorbeeld zijn voor andere steden en gemeenten. Waar Vlaanderen met een betonstop de inname van open ruimte wil inperken, gaat het ruimtefonds in Deinzen nog een stap verder en creëert extra open ruimte. De mensen denken er mag niet meer gebouwd worden. Dat is niet correct. Als een landbouwer in een land, in een agrarisch gebied, bij zijn bedrijfswoning een stal wenst te bouwen, dan kan dat. Dat is, dat is bedrijfsvoering. Hier spreken we over een stal die niet bij de bedrijfswoning staat, die staat hier verloren. Een betonstop is ook niet in de woonzone niet meer bouwen. Uh, kerninbreiding, dat moet allemaal nog kunnen. Betonstop wil zeggen dat we geen open ruimte meer aansnijden om, uh, om te bouwen. En in Vlaanderen zeg maar, we, we wil die betonstop dus de, de open ruimte inname neutraliseren tegen 2050. Eigenlijk is dat, is dat verkeerd. Eigenlijk zouden we nu al moeten zeggen van kijk tegen 2040 moet er een, een open ruimte groei zijn. Uh, en dat wensen wij hier nu te beklemmen. Wij wensen een open ruimtegroei te kennen in plaats van een beperking van de inname van de open ruimte.